Weet je waar het ook nog eens een keer misgaat? Vroeger hadden ouders een vangnet. Vroeger als het dreigde mis te gaan, was er een vangnet. Mijn ouders, jouw ouders, hadden een vangnet. En dat vangnet, dat was die lieve, oude, grijze, wijze oma. Ken je die nog? Die lieve, oude, grijze, wijze oma. En opa was er ook nog. Weet je, oma. Oma was een soort regisseur in de coulissen aan het kijken of alles goed gaat. En waar moet ik ingrijpen, weet je? Dat is altijd leuk bij oma. Oma, mag ik bij je logeren het weekend? Ja, natuurlijk, mijn kind. Het kon altijd. Ging je bij oma? Oma had je favoriete chocolademelk. Opa ging met je fiets zaterdagochtend. Wauw, wat was het leuk bij die lieve, oude, grijze, wijze oma. En oma was niet alleen grijs, oma was wijs. Oma lette op. Als mijn oma doorhad dat mijn moeder de opvoeding even niet aankon, toen kwam ze als een soort vangnet. Dan zei ze, laat die dan maar even 2 weken bij mij. Je krijgt een ander kind terug. Want oma wist precies hoe ze je moest aanpakken. Oma wist precies hoe ze je moest resetten. Maar het probleem is nu, ouders voeden niet op. En het vangnet valt weg. Die lieve oude grijze wijze oma, die sterft uit. Ik heb me laten vertellen dat de afgelopen jaren in Nederland de tienermoederschappen ongelofelijke vorm hebben aangenomen. Dus de gemiddelde oma in Nederland is nu wat? 32? Oma, mag ik bij je logeren dit weekend? Nee, mijn kind. Oma gaat naar Sensation White. Dat kan niet helpen opvoeden. Dingen die wij nooit tegen onze oma zouden zeggen, die dingen hoor je nu dagelijks. Oma, voor je uit huis gaat, je string steekt boven je spijkerbroek uit. Oh, dat hoort zo. Dat kan niet helpen opvoeden. Oma heeft elk weekend een andere opa.